Welkom terug bij een nieuwe 12 Days of Christmas DIY met Dunja. Vandaag gaan we een fairy charm maken. Alleen gaan we geen fairies maken, maar schaatsertjes. Ik ga deze maken voor mijn vriendin Amy en zij doet kunstschaatsen. Dus Amy, niet kijken. Dus eerst heb je dus nodig figuurtjes. Ik ga eerlijk zijn, ik heb ze zelf niet uitgekregen. Mijn mama heeft zo'n plottermachine en daar gaat het heel makkelijk mee. Maar ik kan dus heel makkelijk zelf figuren gaan uitknippen. Ik heb ook haar naam uitgeknipt en nog wat sneeuwvlokjes en een ster. Verder heb je dus ook nodig een leeg pot, zo'n batterij theelichtjes, een verfborstel, bloemetjes, glitter, of course, en een paar takje, modpotje. Het is dus eigenlijk leep. Als je geen modpotje hebt, kan je ook gewoon water met lijm bij elkaar toevoegen en dat geeft hetzelfde effect. Lint. Als eerste ga je het modpotje in het bekertje doen. Dus alles even aan de kant. Als eerste ga ik mijn figuurtjes in de pot nemen. Ik breng wat lijm aan en plak ze dan aan de binnenkant van de pot. Ik gebruik de achterkant van mijn penseel om mijn figuurtje te krijgen waar ik het wil. Dat doe ik nu met alle figuurtjes die ik heb uitgesneden. Zo, mijn figuurtjes hangen erin. De modpotje gaat nu doorzichtig drogen. Terwijl de binnenkant droogt, ga ik nu helemaal de buitenkant insmeren met modpotje. Als de pot is ingesmeerd met lijm, gooi je er glitters over. Ik gebruik witte. Zo, mijn pot is vol met glitter gedaan en nu moet die gaan drogen en terwijl die is aan het drogen, ga ik al mijn glitters opruimen. Mijn jar is nog niet helemaal droog, dat kan je zien aan de plekken lijm, maar ik ga nu al beginnen aan de afwerking. Bovenaan ga ik een touwtje omwikkelen. Ik knip ze ongeveer even lang. Ik heb deze bloempjes nog gevonden en deze ga ik vastmaken aan de bovenkant. Nu nemen we ons theelichtje erbij en dat zetten we in de pot. Ik heb hier nog een groter bloempje en dat ga ik hier los bovenop zetten. En dan is mijn fairy jar helemaal klaar. En nu laat ik jullie zien hoe het er in het donker uitziet. Zo, dat was het weer voor deze DIY. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet ook zeker geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. En abonneer voor meer DIY's. Tot morgen!